Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb, zoals jullie weten, de Flip 8 gemodified. Plus de Flip 32 gemodified. Maar, ik heb nog een Elite 2.0 klasse gemodified. En geloof me, dat is echt een goede modification. En ook een hele mooie in zich. Dit was de Flip 8, hier zeg maar een lock. Want, en die moest je naast doen. En dan kon je aan de rechterkant flippen. Vast de lock naar voren. Kon je hem niet flippen. En dit doe je dan achter. Dan kan je wel flippen. Ik vind een best fijne lock. Want als ik hem hier bijvoorbeeld om de kamer laat slingen. Bijvoorbeeld. En iemand pakt hem. Maar die weet niet dat er een lock op zit. Daar ben ik geniaal slim in. Is het geniaal? Kijk, want ik kan hem niet flippen. En ik heb het verkracht. Doe ik dat ding achter. Oh ja. En dat denk je, oh ja. Boeiaka. Maar plus, ik had ook de Flip 32 gemodified. En het was ook een succes. Het was een hele coole plaster. Ja. Op zich, het was een goed blaster. De Flip 32, ik vind het een heel cool ding. Heel cool. Het is ook super geniaal. Maar goed, we gaan nu naar de volgende blaster. En ja jongens, het is de Commander. Welke zal kans moeten doen? De Tetrad? Nee, nee. Dat kan niet. Dat kan wel, maar het is niks. Dat is niet mooi. Geloof me, dat is echt niet mooi. Wat heb ik nou gedaan? Nou, ik heb een harde groene tuig. Hier gedaan, kijk, ik heb hier zo flipje heen. Een tuig heb gedaan, er doorheen. En dan aan die schroef. Zit hij nu omheen? Zit hij super strak? Hij kon niet verder. En als hij niet verder kan, zit hij super strak. En dat vind ik echt pas goed. Serieus goed. Geen geintje. Enjoy. Nee, het is echt een cool het gewoon. Het is ook heel cool, kijk. Oh, oei. Het is gewoon cool, mooi, comfortabel en goed. En, ik heb hier een stok, maar als ik die er dan op doe, dan is dat heel geniaal. Kijk, want dan is dat geniaal, maar dan doe ik het tegen mijn schouder. Doe ik hem achter en dan... En dat is geniaal. Maar gek goed geniaal. En ik maak geen grapjes. Dat is geniaal. Echt geniaal. Maar ook echt heel mooi en geniaal. Kijk. Nee, het is gewoon... ik heb gewoon nu 3 Elite 2.0 plasters gemodified. Maar ook mooi gemodified. Want ik ben er heel tevreden over. Maar echt super tevreden. Heel tevreden over hoe ik ze heb gemodified. En ik ben niet altijd tevreden hoe ik ze heb gemodified. Dus dat is echt dan te goed. Want ik heb dat ding wat hier zat ook weggehaald. Want als bijvoorbeeld mijn handen wat groot worden bijvoorbeeld, dan past het daar niet meer in. En nu past het altijd. En daar heb ik ook heel slim bij nagedacht.
Dus alles zit er nog goed op. Die tetkoreel wil ik ook nog zeggen hoor. Ja hoor. Nee, die tijdrip heb ik erop gedaan, zodat als pijltje eraf wil, kan dat niet, want dan, zit dat, want dan gaat het hier haken. En ik krijg hem zelfs nu al niet af, want dan zit gewoon heel goed strak aan het schroefje. Nou, aan het schroefje, keel. Het was zo dik schroefje, het was zo lang. Nou, dat noem ik geen schroefje, maar het is een schroef, noem ik het dan. Nee, ben je heel tevreden over die Elite 2.0 Commander? En ik vind het ook heel mooi geworden. Ik heb het nu een sniper in plaats van een Commander gemaakt. En dat is heel grappig. En ja, ik vind het gewoon een geniaal ding. Het is heel cool. Ik ga het nog even schieten. Maar het is een geblassen. Ik ga het zeggen. Dat is een goed system. Je bent hem gaan weer. Dit is een goed systeempje. Dit is een goed systeem. Ook heel mooi. En het is niet slecht. En ik vind het wel uniek. Het is een nu askenstok in een ja, logische stok, zeg. Nee, als ik bijvoorbeeld een barrel en een stok heb en ik die erop doe plus een scope, dan heb je het eigenlijk zo, een sniper rifle. En echt zonder de grappen nu, dan heb ik echt een sniper rifle. Kijk, zo. Ga je hem tegen de kast schieten. Nog één keer, want ik vind het heel leuk. Oeh, hij belandt op mijn kutje. Ten gaan zien. Hij schiet goed. Maar ook echt heel goed. En niet slecht, maar ook echt heel goed. Ik ben heel blij met een geplaste. En het doet goed. Ja jongens. We kunnen nog eventjes de details erover doen. We gaan over alle drie de Elite 2.0 plasters. Nou, ik heb er vier. We gaan op de Flip 8, Commander, Flip 32 en deze, de customized details noemen. Oké, de tetrad. 5 plastertje, leuk plastertje, uniek plastertje, ook goed voor kleine kinderen. Wat er kunnen ze heel leuk mee misschien wel. En ik weet dat, want ik ben vroeger zo pijn geweest. Nee, het heeft 21 grill. Flip to side, flip to side. En hier een tetkoreel. Dus laat ik nu mee, als ik een scope zou hebben, of een side, het kan er gewoon op. En fijnste van deze plaster is, de priming is heel licht, maar schiet hard. En het is heel fijn, want je kan heel snel primen, maar je kan ook. Dat is het mooie van de Tetrad.
En hier heb ik trouwens nog zo'n lekker steuntje voor je wang. Dus kijk zo. Oké. Flip 8. Ik heb het jullie al verteld. Het heeft voor de rest geen testcrum, geen bouwingspoint, geen zaktestpoint, maar het heeft wel de gigantische goede waardingsvaardigheden. Kut. Ben zo terug. Ben ik weer, ik moest het schroefje helemaal opnieuw erin doen. Nou, niet opnieuw, want ik heb een andere schroef erin gedaan. Kijk, deze. En het ziet heel ziek uit. Heel ziek. Nee, voor de rest, je hebt hier, als je goed kijkt, een soort van siteje. Tot nu toe kan ik daardoor inrichten. Ben nog van plan, als ik het uit de coureur heb, of krijg, dat ik hem dan een keer erop ga schroeven. Zodat ik nog wel eens een keer wat erop kan doen, enigszins. Want dat zou wel leuk zijn. Maar daar ga ik nog wel eens een keer mee aan de gang. Een keer. Dus zeg niet vandaag. Nee. Een keer. Dat is de flip 8. Commander. Jullie weten het al een beetje. Ik heb je een beetje voor de neus geklapt. Hoe ze het zijn. Je hebt voor de rest een power exchange point. Voor als je een power hebt. Een stock tension point. Voor als je een keer een stock hebt. Hier had je ze eerst een ding. Waar het grill aan zat. Heb ik er weggehaald. Want. Dat. Zoals ik al zei. Als het maar een keer te dik wordt. Dan is het niet fijn. Hier waar het grill eronder. Voor als je een keer een gripje hebt. Die kan je er dan onder drukken. Of schuiven. Je hoeft. Hier een scope. Van een tapcrew van scope of een side, je noemt maar op wat je wil erop te houden. Je kan het in ieder geval doen. En ik heb trouwens nog van zo'n mooie extra pijltjes. En als je op tijd bent, morgen zijn ze verlopen. Je kan ze tot en met morgen middag 4 uur bij mij ophalen. Gratis! Dus. Nou, dat was de commander, de laatste, de Flip 32 Pro Mignon Kala. Dat is mijn pas een apparaat, kan ik je vertellen. Kan ik te vertellen, dat is mijn apparaatje. Dat is mijn apparaatje. Ja, een apparaatje. Hele coole raad, een aspreskaraal. Ja, zoals je al zag, het is limited edition, ja. Hou eens op, jonge Dille. Hou eens iemand. Nee, er waren drie limited edition kaarten van Pokémon. Maar boeien, lever action is dit. Kijk, je ziet, want hier is een hendel. En dat noemen ze lever action. Dus, lever action. Het unieke van deze blaster. Nou, het is niet echt uniek meer, want de Rough Cut begon ermee en de Warden begon daarna mee. Maar de Warden is een shitty plaster. Dat is ook de reden waarom ik het nu nog niet heb. Ik wil misschien nog een keer een kans wagen om een keer te halen. Maar verwacht me maar dat je daar niet veel reviews van gaat zien. Als ik hem een keer kan halen door Elite 2.0 Warden. IQ voor. Nee. En het, die konden dus dit. En de konden. Ja, single shot modus. Dan hoef je hem niet ervoor extra te lever actionen. Dus dit zo te doen. Nee. Het was echt heel goed. Nee, hier heb je een hendel. Je weet wel, jullie weten misschien wel, de Raider, zulke plasters, dus bijvoorbeeld de Mediator, zoiets. Die hebben om te primen zo'n hendel.
Dat is ook heel uniek. Maar hier zit een lock op. En daarmee kan je aflasten flippen. Cool. Dit is gunskens cool. Plastigje. Nee, ook heel cool. Dat is ook wel leuk. Nee, en hier heb je een tetkoreel. Niet heel veel plassen van de Flipshot series die echt een tetkoreel hebben. Boe, had je moeten doen, of? Nee, totaal niet. Een scope, alles kan hierop. Maar, ik heb nog geen... Oh. En als ik geen scope op heb, dit heb ik, deze side aan de voorkant, die heb ik er zelf opgeschroefd. Dus ik kan altijd dicht als ik wil. Via een side. En het mooie, en dat heb ik jullie nog niet eens lekker gegaan, lekker niet verteld. Dit kan trouwens zo, jongens. Is, let op. Ja, ze zitten hier gewoon een... Ja, hoe zeg ik dat? Hoe zegten ik dat? Ja, ik weet hoe ik dat gezegd. De soort van tartholder van de waarden. Hoe dat hier zo zit. Dat is hetzelfde als waarden. En toevallig ook even hetzelfde als de Rothkat. Dat vind ik wel mooi en grappig. Zo. Ja, dit was het weer voor vandaag. Tot ziens.